Wel, het probleem dat wij hebben proberen op te lossen is de groeiende waterschaarste in Vlaanderen. Wat wij precies gemaakt hebben is eigenlijk een gamesysteem, een console eigenlijk, voor mensen in een elektrische rolstoel. Ons product heet Hydrate en onze slogan is Control Everything Except Your Limits. En wat dat we doen is voedsel- en drankopname meten, zodat je eigenlijk voluit kunt gaan voor je fietsen en dat je niet meer hoeft te concentreren op iets anders dan het fietsen. Met behulp van Blocks willen wij een jong publiek in aanraking brengen met programmeren en het hoeft niet moeilijker zijn dan het bij elkaar brengen van blokken. Het doel van de opdracht was dus om een interactief project te creëren waarbij dat we eigenlijk de gebruikers kunnen het horticulturele erfgoed van Gent kunnen laten ontdekken. Wat wij gedaan hebben met Reality Blocks is eigenlijk virtual reality tastbaar maken. Dus op dit moment is VR eigenlijk alleen maar visueel, dus je kijkt rond in een virtuele wereld, maar wij zorgen ervoor dat je dan ook echt dingen kan voelen. In dit vak werden we toch wel op een andere manier begeleid dan in andere vakken, omdat het een samenwerking is van verschillende richtingen, bijvoorbeeld nu de elektronica met het ontwerpen. Dus dat is wel een heel andere inkijk, maar ik denk dat het resultaat er zeker mag zijn en dat het een zeer leuke ervaring was. We hebben verschillende technieken gecombineerd, zoals lasercutten, 3D-printen, maar ook vooral handtools die aan bod zijn gekomen. En ondanks dat het vak mechatronica is, hebben we toch ook een stuk menselijk weg van die elektronica erbij gedaan. En ik denk dat dat de meerwaarde is van onze case. Voor dit project hebben we ook samengewerkt met professionele mensen uit de wielerwereld. Bijvoorbeeld met een nutricist van het professionele wielerteam, die ons direct ook feedback gaf over hoe dat we het in de toekomst dan beter zouden kunnen doen of op welke focussen dat we moeten, op welke zaken dat we moeten focussen. En dat was wel heel interessant voor ons. Mijn favoriete moment van het project is eigenlijk het zien gebruikt worden door de testpersoon. De lach en het enthousiasme van haar deed ons direct ook een goed gevoel geven. En maakt duidelijk van oké, we hebben iets gemaakt dat een verschil maakt. Wat mij meestal bijbleef in dit project was vooral het creatief denken tijdens de opdracht. Wij werden zeer losgelaten in het project, waardoor dat wij eigenlijk al onze ideeën ten volle konden uiten. Voor ons is het eigenlijk een zeer interessant project geweest. Leren hoe dat je met andere mensen moet samenwerken, leren hoe dat je bepaalde hindernissen toch kunt overwinnen. Het is zeker niet altijd even gemakkelijk geweest, maar op het einde denk ik wel dat we een redelijk mooi product hebben kunnen neerzetten. De volgende stap voor ons zou bijvoorbeeld zijn om een spin-off op te richten, omdat een product is dat wel heel veel mensen aanspreekt en is ook zeker met de lockdown een grote hype ontstaan en iedereen heeft een koersfiets gekocht en het is eigenlijk echt het moment om dat product te lanceren ook. Het vervolg van dit project is zeker dat we het nog gaan verder bekijken. Het zou mooi zijn moesten we het kunnen verder uitwerken en echt op de markt kunnen brengen en dat is natuurlijk een droom.